Goedemorgen allemaal en welkom terug. Het is zaterdag 4 januari, vreselijk vroeg. Mijn naam is Fidioot en ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Deze mevrouw heeft, dat is traditie die ze hier in Amsterdam, wat we hier in Amsterdam doen. Ik weet niet of ze dat ook in andere steden doen, vast wel. En er zijn ook bedrijven die het doen. Dat noem je de nieuwjaarsrede. En ik wist niet eens dat dat bestond. Maar ergens in, volgens mij 2017, begin 2017, dus die nieuwjaarsrede, die was van Eberhard van der Laan, onze voormalige burgemeester. En hij was toen natuurlijk al heel erg ziek. En die nieuwjaarsrede die werd gehouden in de Stopera, volgens mij, in de stad Schouwburg. In de stad Schouwburg, volgens mij. En er was toen wat gemekker over. Een hele hoop mensen online en ik denk mensen media zeiden zoiets van, nou, duur feestje, want het was black tie, weet je wel, smoking en gala jurken. En dan, ja, je komt niet zomaar binnen op de nieuwjaarsborrel. Dat is echt iets voor, weet ik niet, supervermogende mensen, bekende Nederlanders. En mensen bekend uit media en politiek. Dus daar was wat kritiek op. En toen werd Eberhard van der Laan een beetje pissig. Vond hij niet leuk. Voelde hij zich heel erg aangesproken. Dus dat wilde hij verwerken in zijn nieuwjaarsrede. En die gek die begon toen echt met elite, wees welkom. En daarna begon hij een beetje te piepen en te janken. Van wij zijn helemaal geen elite. Maar ook tegelijkertijd begon hij een beetje te beweren dat iedereen die in Amsterdam woont, alle Amsterdammers, wij zijn allemaal een onderdeel van de elite. En daar zaten een paar hele loze statements in. Nogmaals, hij was toen al heel ziek, dus weet je wel. Maar een van de dingen die hij zei was, onze kinderen weten niet meer wat zure regen is. En daarna ging hij door met, onze kinderen zijn gelukkiger dan ooit. En op dat moment is er lerarentekort, het geweld onder jeugd neemt toe. En onderzoek, niet alleen hier in Amsterdam, maar landelijk, wijst al 20 jaar uit dat kinderen afschuwelijke pesthekel hebben aan school. Dat ze vrijwel alle vakken steeds meer en meer saai gaan vinden. Dat ze de manier van lesgeven afschuwelijk saai vinden. En dat is een neerwaartse trend. Dus ik vond het een beetje raar dat hij dat aan het beweren was. En dan had hij een verhaal, en daar begreep ik niks van, maar dat ging over een das en een berm. En hij had dan, en waar het op sloeg, begreep ik echt helemaal niets van. Maar goed, hij was ziek, er zit een das, weet je, zo'n dier, in de berm. En wij racen allemaal langs met onze auto's. En ik rijd geen auto, meneer Eberhard, maar goed. Wij scheuren allemaal langs die berm met onze auto's. En wat we eigenlijk zouden moeten doen, is stoppen en die das, weet ik niet, veilig het bos in wandelen of zo. En ik begreep daar geen ruk van. Ten eerste moet je dat niet doen. Je moet nooit zomaar je auto stoppen op de weg. En twee, een das, die beesten, die, als die je krabben of bijten, dan kun je hele enge vormen van tuberculose krijgen. Sterker nog, er zijn landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, daar worden alle dassen massaal geruimd, omdat ze enge ziektes bij zich dragen die overspringen naar onze veestapel of naar de veestapel van het Verenigd Koninkrijk. Dus stoppen en dan in de berm een vies beest pakken en dat het bos inlopen, ik snapte dat niet zo goed. Maar waarschijnlijk wilde hij ons iets leren over barmhartigheid. Ik heb de nieuwjaarsrede van vorig jaar, van 2019. Die heb ik overgeslagen. Ik was niet in Amsterdam.
Ik was lekker buiten Amsterdam heel heftig oudejaarsavond aan het vieren. Maar dit jaar waren we thuis op onze twee poezen aan het passen. Ik moet zeggen, het ging wel. Ze waren niet gelukkig met al dat vuurwerk. Maar het was wel heel heftig. Het begon al om 8 uur 's avonds en het ging door tot 3 uur, 3:30 's morgens. En wauw, ik ben 2 dagen van de kaart geweest. Niet van de alcohol, maar gewoon van lawaai en slaapgebrek. Anyway, dit is de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Halsema voor 2020. En ze was ziek. Ze had de dag daarvoor had ze een werkbezoek met politie ergens afgezegd. Burgemeester Halsema die was de stem kwijt. En dat kwam niet door zingen of schreeuwen. Nee, dat is een fenomeen wat meer mensen hebben van onze leeftijd. En dan bedoel ik mensen van, laten we zeggen, rondom de 50. Ik ben ongeveer dezelfde leeftijd als burgemeester Halsema. Dat is jezelf kapot werken tot aan de kerstvakantie. Want alles moet af voor de kerst. Geen hond die er naar kijkt, maar dat moet allemaal af. En dan, zodra ik kerstvakantie heb, dan doe ik het wat rustiger aan, weet je wel. En dan begint de kerstvakantie en dan word je ziek. Dat gebeurt mij nog steeds geregeld. Gebeurde mij ook dit jaar. De kerstvakantie begon en ik had meteen koorts. Ik was meteen ziek en ik was meteen schor. En burgemeester Halsema, die heeft natuurlijk doorgewerkt ook nog eens. Die heeft alleen vrijgenomen met de kerst. Dus ja, dan word je ziek aan het einde van het jaar. Want je neemt niet voldoende rust en je werkt te veel. Dus ze was ziek en toch ging ze haar nieuwjaarstoespraak doen. Ze deed niet in de stad Schouwburg, maar in Paradiso. Dat vind ik wel leuk. Dat is een poptempel. En ze doen daar ook andere gekke dingen. Dus dat is een beetje anders. Nou, daar komt hij aan. Goedenavond allemaal. Een heel gelukkig, vredig en vrolijk nieuwjaar. Ik heb weinig stem vanavond, zoals u hoort. Ik heb even overwogen om de doventolk te vragen van rol te wisselen. Ik gebaar, zij spreken. Erg geestig. Of mijn Utrechtse collega Jan van Zanen te vragen. Die kan namelijk alles tegelijk. Dat vind ik leuk. Een beetje beginnen met een grapje. U heeft het toch met mij te doen. Het goede nieuws, ik hou het lekker kort, zodat u niet lang hoeft te wachten met de gang naar de bar. Dat is opnieuw erg slim van onze burgemeester. Die mensen komen daar voor de nieuwjaarsborrel. Ze komen niet voor de nieuwjaarsreden. Nou, dan gaat ze een liedje zingen. Of althans, fluister zingen, want ze heeft helemaal geen stem. Arme vrouw. En dan gaat ze. Je wilde dat André Hazes zijn rijmwoordenboek even had uitgeleend, maar deze schitterende ode aan de stad was van Maggie McNeil. En die bracht ons, we schrijven in 1980, maar mooi de 5e plek van het Eurovisie Songfestival. En weet u waar? In Den Haag, de stad waar alles kan. En Amsterdam liet inderdaad van zich horen toen anderhalve week na het Songfestival de monarchisten de nieuwe koningin Beatrix verwelkomden met saluutschoten en de anarchisten de politie begroeten met stenen. Ja, goed. Nee. Dat is 1980. Dat is 1980. Toen woonden zij nog niet eens in Amsterdam. Het is op dit moment niet helemaal voor te stellen. De Nederlandse inzending in Rotterdam dit jaar met een lied over Amsterdam in de maand dat ons meest geliefde anti-Amsterdammer Jules Deelder is overleden. Zou het ook wel een godspe zijn die pleuristieve stad te bezingen? Ja. Ik ben tot nu toe niet onder de indruk van de speech. Maar goed, ze is ziek. Ze kan er niks aan doen. Het is het lot van elke hoofdstad, denk ik, om met enige hartstocht te worden verguisd en belachelijk te worden gemaakt. De vraag is wel of wij in Amsterdam het soms niet een beetje ernaar maken. Nou, oké, ben ik het met u eens. We zijn een vrije, eigenzinnige stad. We voelen ons graag onafhankelijk. En na een paar glazen witte wijn, om onze premier te citeren, roept er altijd wel iemand de republiek uit. We zijn er ook maar wat trots op dat we in hele dikke beleidsnota's om de zin het woord. We zijn er ook maar wat trots op dat we in hele dikke beleidsnota's de zin om de zin het woord inclusief laten vallen. En laten we een nieuwe uit Utrecht afkomstige wethouder in de raad voorbeelden aandragen waaruit zou moeten blijken dat Utrecht in de schaduw van Amsterdam kan staan. Sorry Jan van Zanen. Ik snap al die referenties aan andere steden niet zo goed, maar dat noem je verbinding, denk ik dan. Dit is op zich wel waar, dat doen we hier in Amsterdam. Om de zin
het woordje inclusief laten vallen. Inclusiviteit en diversity, dat is allemaal heel belangrijk. Natuurlijk, dit is een persiflage, maar het zijn ook voorbeelden van zelfgenoegzaamheid van een stad die zich graag laat voorstaan op haar geschiedenis, haar cultuur van vrijzinnigheid, haar schoonheid, haar dwarsheid, enzovoort, enzovoort. Ik dacht dat ze het kort zouden houden. En begrijp me niet verkeerd, er is heel veel om trots op te zijn. Er is alleen geen reden voor superioriteit. I don't know, mevrouw de burgemeester. Ik ben wel eens in dorpen geweest. En in steden geweest, dan wil je echt niet doodgevonden worden. En Amsterdam is een shithole, vergis je niet. Een afschuwelijk shithole, maar het kan erger. Sterker, Amsterdam bestaat niet zonder haar ommeland. Zonder de metropoolregio, zonder sterke banden met Den Haag, zonder het boerenland. Waar al ons eten wordt geproduceerd. Zonder innige samenwerking met de andere Nederlandse steden voor economische groei, voor veiligheid. Voor ons gedeelde welzijn. Het gaat maar door. Amsterdam heeft als hoofdstad niet alleen haar verantwoordelijkheid te dragen voor de groei van Nederland. Onze eigen bloei is diep verbonden met het hele land. En dan komt het. En dat weten we als we ijveren voor het Zuidasdok. Voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Boehoe, nog meer Noord-Zuidlijn. Bij de nieuwe woonwijken die we bouwen. Met koopwoningen en vrije sectorwoningen. Bij de oplossingen die we dringend zoeken voor klimaatverandering. Wij zijn voor uitdagingen geplaatst die ver voorbij onze gemeentegrenzen gaan. Daarvoor zijn we verbonden aan Zaanstad, aan de Haarlemmermeer, aan Almere, aan Haarlem. Zelfs aan Utrecht. Toch, Jan? Ze blijft een beetje die meneer uit Utrecht een beetje erbij betrekken en in de maling nemen. Dat is wel geestig. En dan komt het. We hebben een nieuw pact met onze omgeving nodig. Dat hebben we nodig als we graven voor nieuwe stations. Het staal van nieuw spoor wordt versleept. En de palen voor nieuwe wijken. De grond ingaan. Maar ook en misschien wel vooral. Als we de immateriële fundamenten van onze lokale samenleving willen verstevigen. Een sterke, veerkrachtige publieke sfeer is niet alleen een Amsterdamse aangelegenheid. Het vergt vooral nieuwe regionale en nationale verbondenheid. Ik geef u twee voorbeelden. We komen er, we komen er. Dit is niet het kort houden, mevrouw Halsema. Komt ie aan. Als eerste, het lerarentekort is inmiddels opgelopen tot enkele honderden in onze stad. Dat is heel mooi. Ja, dat gebeurt gewoon vanzelf. Zo is het gewoon opgelopen. Het loopt op omdat je te weinig doet aan dat tekort. Dus als je er helemaal niks aan doet, dan neemt dat tekort toe. Weet je, dus ik zou dat anders formuleren dan. Maar goed, we hebben onze leraren harder nodig dan ooit. Internationale competitie en technologische ontwikkelingen stellen hoge eisen. Aan onze jongeren. Nou, ik weet niet of u wel eens op een middelbare school geweest bent. Of op een lagere school. Ik zou een paar leuke scholen proberen in Amsterdam-Nieuw-West. Het is afschuwelijk gesteld met het Nederlands onderwijs. Daar had ik het net al over. Kinderen zien het echt grotendeels als een gevangenis. En het niveau is erbarmelijk. En dat is wanneer er leerkrachten voor de klas staan. En op het moment, ja, een paar honderd tekort. Kinderen krijgen gewoon geen les. En onderwijs is een recht. Wij praten hier graag over de leerplicht. Maar onderwijs is een recht. En ja, als je die recht gaat schenden. Hè. Onze arbeidsmarkt vraagt om betrouwbaar vakmanschap en hoogwaardig onderzoek. Onze ingewikkelde samenleving vraagt om mensen die zelfstandig en kritisch kunnen denken. Leraren zijn niet gemotiveerd door geld of status. Ze zijn alleen maar aan het staken voor geld. Zij werken uit liefde voor hun vak. Nou, dat is beslist niet zo. En voor de trotse glimlach die hoort bij een net behaald diploma. Dat is ook beslist niet zo. Die motivatie staat onder druk omdat collega's uitvallen. Omdat vierdaagse schoolweken dreigen. Omdat de waardering in salaris, ondersteuning en respect te veel achterblijft bij het belang van hun werk. En hier in Amsterdam is het zo dat als jij leerkracht wordt. Dan kom je van de HBO af. Dat is de kweekschool, heette dat vroeger. Dat heet tegenwoordig de PABO. Daar kom je dan vanaf en dan mag je leerkracht zijn. En als je les wil geven op het VWO, dan moet je volgens mij echt wel HBO of universitair Engels hebben gedaan. Dan mag je het vak Engels geven of het vak wiskunde en dat soort dingen.
Ja, wat moet ik hier zeggen? We hebben 4 dagse schoolweken. En dan zit je dus opgescheept met zo'n kind. En als het een jong kind is, dan moet je, weet ik niet, kinderopvang. Kun je je voorstellen, alle kinderen in Amsterdam, minimaal 1 dag naar opvang. Je moet er niet over na. Nou ja, goed. Natuurlijk moet er meer geld naar onderwijs. Maar ook met dat geld toveren we geen lege docenten tevoorschijn. We moeten ook intens samenwerken. Zodat het ook de komende jaren lukt om het aantal zwakke basisscholen verder terug te dringen. En van VMBO-scholen werkelijk plekken van hoop te maken. Nou ja, dat kunnen we alleen samen met het Rijk, met andere gemeenten. Met onze partners in de regio. En als tweede, de investeringen die wij in onze scholen en leraren doen in de jeugdzorg. Oh ja, nee, laten we dat doen. Laten we meer geld in de jeugdzorg stoppen. Want die zijn al 75 jaar bezig met het misbruiken en mishandelen van kinderen. Laten we meer jeugdzorg er tegenaan gooien. Dat is echt wat we nodig hebben. Mijn god, alsjeblieft. En in betaalbare woningen. Die betaalbare woningen die worden ieder jaar minder in Amsterdam. Dat heeft te maken met kapitalisme. Maar die zullen niet het gewenste effect hebben als wij niet ook dat andere fundament van de publieke sfeer weten te versterken. Onze rechtsstaat. Oké, dus met het onderwijs in Amsterdam is het eigenlijk heel slecht gesteld. En dat gaan we oplossen met geld en met intens samenwerken. Ja? Maar dat gaat niet werken. Ja, dus we gaan er geld in pompen en we gaan intens samenwerken, maar dat gaat niet werken tenzij we onze rechtsstaat gaan versterken. En daar komt het aan, want deze speech is eigenlijk bedoeld voor mensen in Den Haag. De tekorten bij de politie en het OM zijn nijpend. Het einde is met een vergrijzend korps nog niet in zicht. Terwijl de opgaven voor de veiligheid bepaald niet kleiner worden. De stad roept om meer handhaving. Really? Buurtbewoners willen hun wijkagenten en handhavers vaker zien. En het is frustrerend als aangiftes blijven liggen. Ja, en hier ga ik dus wel even over zeiken. Lieve mevrouw de burgemeester. Aangiftes blijven niet liggen. 65% van alle aangiften gedaan in Amsterdam worden weggegooid. Dus ze blijven niet liggen, ze worden weggegooid. En op het moment dat je 65% van alle aangiftes weggooit, dan heb je geen rechtsstaat meer. Amsterdam mag trots zijn op haar korps van politie, op haar handhavers, haar brandweer en al die hulpverleners die ook de afgelopen nacht weer wangedrag en intimidatie hebben getrotseerd. Hun professionaliteit, dienstbaarheid en moed zijn bewonderenswaardig. Ze zitten dagelijks in de haarvaten van onze wijken en buurten, houd toch op. Beschermen demonstranten die hun stem laten horen en bewaken onze veiligheid als de stad feestviert. Dat laatste is weer wel waar. Dat werk doen zij met trots en loyaliteit en die horen ze dan ook van ons te krijgen. Oké. Ook hier is meer geld nodig. Voor een noodlijdende publieke sfeer in een heel welvarend land. Maar ook hier is het geen wondermiddel. Ja, dus ik vind dit een beetje een rare sprong hoor. Dus onderwijs is een zootje. Mensen zijn niet gemotiveerd, er dreigen 4 dagse schoolweken. We hebben honderden leraren tekort. De zwakkere scholen, en dan moet je denken aan basisscholen, voornamelijk in de Bijlmer, in Amsterdam-Noord en in Amsterdam-Nieuw-West, waar overwegend meer migranten wonen en arme mensen, et cetera, et cetera. Daar is het heel slecht mee gesteld. Met het VMBO is het ook heel slecht gesteld. Er gaan meer kinderen naar het VMBO en die vinden het allemaal waardeloos. Dat gaan we oplossen met geld en intens samenwerken, maar dat werkt alleen als we heel veel geld aan de politie en het Openbaar Ministerie geven. Die combinatie van dingen zie ik niet. Maar goed. De tekorten in het onderwijs en bij de politie zijn niet alleen Amsterdamse problemen, het zijn Nederlandse problemen. Let u op, mensen in Den Haag. Amsterdam moet zij aan zij staan met de rest van ons land. Ondermijning kan niet of in Amsterdam of in Rotterdam of in Brabant worden aangepakt.
maar vergt een gedeelde visie en nationale eendracht. Goed onderwijs vergt landelijke verbondenheid met de leraren en vooral met al die kinderen die zij samen helpen grootgroeien. Grootgroeien gebeurt helemaal vanzelf. Ontwikkeling is een biologisch proces. Wat je op school leert, dat zijn, weet ik niet, hele basale dingen volgens mij. En ik bekijk af en toe het lesmateriaal wat mijn dochter krijgt. En dan moet ik zachtjes huilen. Dan moet ik echt zachtjes huilen, burgemeester. En dat is al jaren zo. Er zijn hier plannen in Amsterdam om burgerschapstraining te gaan geven. We zijn zo vreselijk bang hier in Amsterdam van al die mondige kinderen die maar online aan het gillen en hashtaggen zijn. Dat de gemeente van Amsterdam echt aan het overwegen is om burgerschapstrainingen een verplicht vak te maken op school. Ik verzin dit niet. En de Nederlandse overheid, de gemeente van Amsterdam, gaat dan aan onze kinderen leren hoe ze goede burgers moeten zijn. En voor de mensen die denken, goh, dat klinkt een beetje communistisch. Dat klinkt een beetje Pyongyang. Daar heeft u dan gelijk in. Maar goed, we gaan samenwerken. Beste gasten, het helpt ons niet als wij karikaturen maken van elkaar. Ook niet als wij een karikatuur maken van onszelf. Wij zijn geen flower power start. We zijn wel hoopvol. Wij omarmen onze kunstenaars en onze denkers, maar dat doen we zonder onszelf ervoor te prijzen. Wij koesteren onze vrijheid. Maar we zijn niet de stad waar, zoals Maggie McNeilson, alles kan. Nou, dat is beslist niet waar. 18 miljoen toeristen, lieve mensen. Er komen 18 miljoen toeristen per jaar naar deze stad. En die komen hier. Slechts een klein percentage, lieve mensen, komt inderdaad voor het Van Gogh Museum en tulpenbollen. En het Anne Frank Huis. Maar geloof mij nou, lieve mensen, het overgrote gedeelte van die toeristen komen hier naartoe om naar de kloten te gaan. En als je aan die toeristen vraagt, goh, wat denk je van Amsterdam? Dan zeggen ze, dat is de stad waar alles kan. En zo gedragen ze zich ook. De EHBO klaagt erover, want er komen voortdurend toeristen binnen die helemaal naar de kloten zijn, waardoor mensen die echt ziek zijn niet eens bedden kunnen krijgen. Maar goed, ja, weet je, oh, ze is een beetje aan het mopperen. Ze is een beetje aan het mopperen. En we zijn duidelijk wel de stad waar alles kan, want 65% van alle aangiftes wordt weggegooid. Dus die zullen nooit leiden tot vervolging. En, oh ja, kinderen gaan straks nog maar 4 dagen naar school, want niemand wil werken in het onderwijs. En zo zou ik de opdracht voor 2020 wel willen omschrijven. Trots zijn op de prachtige historie van onze stad, zonder zelfgenoegzaam te denken dat dit ons, haar inwoners, bijzonder maakt. God, ik denk dat u had het kort, veel korter moeten houden. Veel korter, echt waar. Iedereen wil al lang aan de borrel. En als tweede, in een tijd dat karikaturale oordelen over elkaar, de dagelijkse polarisatie die onze samenleving vergiftigt, electoraal gewin en mediapopulariteit opleveren, deze consequent tegen te spreken. Door samenwerking te zoeken, door de kritische blik van anderen te verwelkomen en door ons verbonden te weten met elkaar in en buiten Amsterdam. Het is een beetje dubbelop hier natuurlijk, want aan de ene kant zeg je, we verwelkomen de kritische blik van anderen, maar we willen geen karikatuur oordelen, want dat is polarisatie. Dus we zoeken verbinding, maar er is polarisatie. Laat ik dan tot slot Rotterdam enorm succes wensen met het Songfestival. Zijn er mensen die dat leuk vinden? Ik zou daar nooit naar kijken, maar goed. En dat voor de Nederlandse inzending de Rotterdamse editie een historische mogen worden. We willen dus echt het Songfestival winnen. Dan, ik begrijp dat er nog wordt nagedacht over een lied. Ik hou mijn mond dicht, geestig. Mogelijk heeft Jan van Zanen een suggestie. Jan, zie je, neem ze weer een beetje op de hak. Vind ik wel leuk gedaan. Dank u wel. Dat is die meneer uit Utrecht. En dan zegt ze hier is een ander artikel. Hoofdstedelijke arrogantie begint Amsterdam tegen te werken. Die ken ik niet. Zou ik die ook gratis mogen lezen van mevrouw Perol?
Oh, god. Dit is van Ruben Koops. Dat is die jongen die dat interview met haar deed. Waar ik een review van heb gedaan. Ruben Koops trek ik even niet. Niet in mijn weekend, mevrouw de burgemeester. Ik vond het een redelijke toespraak. Niet super. Als ik was uitgenodigd voor de nieuwjaarsborrel. Dat is iets waar gewone Amsterdammers nooit heen mogen. Het is namelijk wel degelijk echt voor de elite. Dan was ik niet gegaan. Ja, maar er is gratis drank en gratis hapjes. Kan me niet schelen. Ik had het principieel geweigerd. Want ik ben echt alleen maar een fan van burgemeester Halsema. Al het andere, Amsterdam, politie, scholen, et cetera, de gemeente, de stopra. Ik vind het eigenlijk allemaal gewoon dog shit. EHBO vind ik ook dog shit. Vind ik ook heel slecht. Dokterspost vind ik ook heel slecht. GVB vind ik te duur en te vol. Fietsen durf ik niet. Dan word ik hartstikke doodgereden. Verkeer vind ik waardeloos. De luchtvervuiling vind ik waardeloos. Maar goed, weet je, mensen gaan er niet heen natuurlijk voor de nieuwjaarsreden. Ze gaan erheen voor de nieuwjaarsborrel. Ik vond dit beter, stukken beter dan de nieuwjaarstoespraak van Eberhard van der Laan. Maar ik vond het niet bijzonder goed. Daar moeten we wel gewoon eerlijk over zijn. Maar ja, ze probeerde natuurlijk iedereen een plezier te doen. En ze was schor en ze voelde zich niet lekker. Ik had het korter en krachtiger gedaan en ik had er heel veel meer humor in gestopt. Het is namelijk Nieuwjaarsdag. En er moet geld naar het onderwijs en geld naar de politie, want die werken heel goed met elkaar samen. En laten we ook nog wat meer geld aan jeugdzorg geven en iets doen aan polarisatie. En dan gaan we lekker door met de Noord-Zuidlijn. Weet je, hoe vaak komt de Noord-Zuidlijn voor in alle nieuwjaarsredes van de afgelopen 10 jaar? Ik denk in alle 10. Dat zegt iets over die Noord-Zuidlijn. Ik had mijn mond dicht gehouden over de Noord-Zuidlijn. Maar goed, als ik was uitgenodigd, mevrouw de burgemeester, dan was ik niet gegaan om principiële redenen. Ik vind het heel sneu voor u dat u moest werken terwijl u zich helemaal niet lekker voelde. Ik zou zeggen, weet ik niet, thee met honing en citroen en een lekker soepje en dan wat stomen en dan een glaasje Armagnac. Armagnac doet wonderen voor je keel. Het is wel heel slecht voor mijn maag alleen, maar voor mijn keel doet het fantastische dingen. Dus ik zou zeggen, probeer een glaasje Armagnac. Eens kijken of we een mooie kunnen vinden. Armagnac kopen. Ja, gewoon bij Galagal. Nou, ik neem aan dat je er eentje kunt vinden. Wat ben ik kwijt? Kijk eens even. Je hebt hele dure, maar je hebt ook hele goedkope. Ja, god, ik zou zeggen, pik er een. Dit doet wonderen voor je keel. Dat is mijn tip dan. Mevrouw de burgemeester, ik wens u beterschap. Ik vond dat u het stukken beter deed dan Eberhard van der Laan. Maar ik vind het een vreemde traditie, die nieuwjaarsreden en die nieuwjaarsborrel. Ik vind het weggegooid geld. Ik blijf het een elite onder onsje vinden. Omdat dat het feitelijk natuurlijk ook is. Lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende keer.